Omniworld won dit seizoen nog geen uitduel. Kijken of Henk Wisman direct voor een stuntje weet te zorgen in Friesland. De opstellingen. Telly Menso kan weer beschikken over Michael Jansen, die terugkeert van een schorsing. Hij neemt de plaats in de verdediging van Koen Brak. Voorin heeft de trainer een plaatsje ingeruimd voor Rashid El Khalifi. De aanvaller was op stage in Amerika bij Real Salt Lake City, maar heeft nog geen overeenstemming met die club kunnen bereiken. Henk Wisman heeft bij zijn eerste duel op de bank de basisopstelling direct flink door elkaar gerusseld. Hij passeert Malenovic, Tayeb en Jansen en mist noodgedwongen Haklander vanwege een schorsing. Mede daardoor krijgt Gennaro Seefuik een kans in de punt van de aanval. De PSV-huurling maakt er tot op heden 4 voor de ploeg uit Almere. Koert Westerman is uw commentator bij dit duel. Stadion, want wat er ook gebeurt met de ploeg van Stanley Menso, de Friese blijven komen. Nu dus tegen de nummer laatst in de Jupiler League. En dat is voor Jeffrey de Visser aanleiding om maar eens te proberen een solo te maken door het defensieve centrum. Sander Duits verhindert de doorgang ten koste van een gele kaart. Hij geschorst volgende week. Staat dus nog de vrije trap. Sander van der Heijden kan dat veel beter dan dat hij hier laat zien. Wellicht komt er nog een kans, want het blijft een beetje pompen. Hier weer van der Heijden. Bal nog niet lekker weg. Ja, af en toe dan is het een parodie op voetbal, maar het levert Cambuur wel weer een vrije trap op. Inzet van Ale de Boer. Misschien dat het nu beter gaat. De Visser. Met die fijne traptechniek. Vindt geen medespeler. Tweede lijn dan wellicht. Met Thierry, nou. Hij doet niet vaak mee, Charon Thierry, maar hij laat zich hier goed zien. Dat was even Henk Wisman, dus in zijn eerste wedstrijd als trainer van Omniworld. Maar het is Cambuur dat in de eerste helft in ieder geval het meeste balbezit heeft. Echt veel ermee doen? Nou, nee. Hier opnieuw Sander van der Heijden. Het is sinds april 2008 dat Omniworld niet meer wist te winnen in een uitwedstrijd. En dat is dus bijna een jaar geleden. Nu zit het nog altijd in de wedstrijd. Dit is een hele goede vrije trap. Van Sander Duits. Ja, die moet er zelf ook een beetje om lachen. Hij niet, Stanley Menso. Hij vindt het helemaal niet grappig. Toch weer Omniworld. Zoeken Zeefuik, de spits vandaag, met de nummer 9. En hier met nummer 10, Paul Mulders. 7 jaar lang speelde die voor Cambuur, nu voor Omniworld. En scheidsrechter Michel Winter heeft dat goed gezien. Geeft een vrije trap nadat hij had geconstateerd dat Omniworld daar geen voordeel meer kon krijgen. Duits weer. Toch al 2 keer dichtbij. FC Omniworld. En dat kan Cambuur niet zeggen. Rust 0-0. En dat moet anders. Dat hoor je ook aan het publiek. Het gaat ook anders. Want hier is Rudy Jansen ineens mee op. El Khalifi. Goeie bal. En dit is hem dan. Nee, dit is hem dan niet. Prachtige voorzet op Ter Heide. Thierry even terug. En dan Beekmans. De Visser naar de grond gebracht. Arana Barantes, de boosdoener en een vrije trap voor Cambuur. Weer de fijne trap van de Visser. Jansen is mee en daar is Ter Heide met de 1-0 na een uur spelen. En Ter Heide heeft kennelijk nog een rekening te vereffenen met iemand op de bank. Reageert zich hier af, maar moet natuurlijk gewoon lekker juichen. Want dit is een fijne goal. Typisch een spitse goal. Zij zijn wel blij. De fans van Cambuur. Weer een vrije trap voor de thuisploeg. Thierry neemt hem dan heel snel. Dat is slim. Omniworld staat nog helemaal niet klaar. Goeie voorzet richting Ter Heide. En hij duwt hem er niet in. Van der Heide doet het wel. Sander van der Heide maakt het af. 3 minuten na de 1-0 is het 2-0 voor Cambuur Leeuwarden. Ja, dat Ter Heide hem hier er niet in krijgt, dat is voorstelbaar tegen 3 man. Sander van der Heide had geen tegenstander. Ze begonnen de wedstrijd allebei met 8 goals. Nu staan ze allebei op 9. En blijdschap dus in het Cambuurstadion. Echt uitverdedigen mag je dit niet noemen. En dan ook nog dit moment. Oh, 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 Omniworld. Henk Wisman heeft nog veel werk te verrichten. Dat ziet hij nu in zijn eerste wedstrijd voor de Almeerse ploeg. Hoekschop Thierry.
Maar daar is hij alweer terug, de bal. Weer bij Charon Cherry. Krijgt hem er langs, bal blijft binnen. En dan mag El Khalifi het proberen. Weer lang en hoog en ver. Iedereen eronder door, is hier de 3-0. Nee. Ruud ter Heide, deze keer niet. Maar Omniworld is niet meer te zien in deze wedstrijd. Het brengt nog wel wat wissels. Maar veel baten doet dat niet. Misschien de wissel van Zandstra voor Tayeb. Nog het meest effect gesorteerd. Hier is Tayeb namelijk. Strak geschoten dat wel, maar uiteindelijk komt Van der Vlag daar totaal niet door in de problemen. En wint Cambuur Leeuwarden deze wedstrijd van de nummer laatst met 2-0. Ze pakken dus 3 punten en in dat opzicht doen ze wat ze moeten doen. Winnen en hoog op de ranglijst blijven. 2-0.